En nu gaan we luisteren naar het welkomstwoordje van 6 kinderen. Beste oma's en opa's, van harte welkom in onze feestzaal cultuurfabriek. Beste oma's en opa's, wij vinden het heel fijn dat jullie vandaag op onze school zijn. Liefste oma en opa, dit feest is speciaal voor jou omdat ik zoveel van je hou. Bloemen verwelken, schepen vergaan, maar de liefde voor oma en opa blijft altijd bestaan. Wij komen vaak bij jullie op bezoek, dan verwennen jullie ons dan vaak. Vandaag is het onze beurt voor dit te doen. Zet jullie maar goed in jullie stoel, want we gaan vandaag een feestje bouwen, omdat we zoveel van jullie houden. En we gaan kijken en luisteren naar het verhaal van Daan en het geheim van het kleine doosje. In het huis van Daan staat geen wasmachine. Er is ook geen apparaat waar je kleren in kunt droogspieren. Want als de jurk van zijn moeder vies is, dan gooit ze hem in de prullenbak en dan koopt ze een nieuwe of twee of drie. En de vader van Daan, die heeft heel belangrijk werk. Daardoor hoort hij slecht, want hij heeft aan elk oor een telefoon. Left for me. That's too bad. Be my
In het huis van Daan is ook geen keuken. Die is niet nodig, want elke avond om 6:30 gaat de bel en staat het eten op de stoep. De moeder doet dan vrolijk de deur open en roept met luide stem: "Ach, wat heerlijk weer!" Zet mama het eten op de tafel, waar ze alles opeten. Behalve borden en het bestek natuurlijk. Die gooien ze in de prullenbak als ze klaar zijn met eten. Handig, want zo hoeven ze geen ruzie te maken over de afwas. En dat komt goed uit, want Daan heeft het druk. Hij wil aan zijn lange verlanglijst werken. Die moet af voor hij jarig is op 29 januari. Dit jaar is de lange verlanglijst bedoeld voor opa. De lijst is extra lang, omdat Daan heel veel nodig heeft. Valse oogballen, achtbaan, Hot Wheels, skateboards... Hotwheelbaan. Die Hotwheelsbaan heeft hij vorig jaar al gekregen. Maar nadat hij ermee gespeeld had, heeft hij hem in de prullenbak gegooid. En zo wordt zijn lijstje natuurlijk elk jaar langer. Thank you.
enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel, and you can be your love. And I just can't seem to get enough. De ochtend opent opa Seppe zijn blauwe brievenbus en vindt er het lijstje van Daan. Die Daan toch, wat moet ik met hem? Opa neemt een lekker heet bad om zich een beetje te ontspannen. Opa Seppe spettert wat, duwt met zijn piep eentje onder water en staart naar de zon die schijnt door de bomen.
Als opa's neus het badwater raakt, krijgt hij een idee. Hij glipt zo snel als hij kan het natte water uit en glibbert naar zijn kluis. Hij neemt er een klein doosje uit en pakt dat netjes in. Hij doet er een strikje om en vraagt om het met spoed naar het huis van Daan te brengen. De volgende dag rent Daan in alle vroegte naar de brievenbus, klaar om zijn Hot Wheels garage uit te pakken. Maar als hij in de brievenbus kijkt, ziet hij enkel het kleine doosje. Hij pakt het op en rammelt ermee. Hij hoort niks. Het weegt niks. Dit is niet wat er op mijn verlanglijstje stond. Daan opent de prullenbak en gooit het kleine doosje weg. Die middag heeft Daan geen tijd om te spelen. Hij schrijft weer ijverig verder aan zijn lange, lange lijst. Was oogballen, achtbaan, hotspeels, fiets, skateboard, Wii U. En opnieuw gaat het lijstje richting opa in Nederland. Daan gaat naar bed en droomt over alle cadeautjes. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Een schaap met witte voetjes. Die drinkt zijn melk zo zoetjes. Slaap, kindje, slaap. Toen opa de volgende dag opnieuw Daans lange lijst vond in zijn blauwe brievenbus, had hij geen heet bad nodig om deze keer te weten wat hij moest doen. Hij pakte zijn gsm en liet meteen opnieuw een klein doosje met een strik opsturen. De volgende ochtend
rende Daan opnieuw de trap af. Als opa dan geen Hot Wheels megagarage had, zou hij zeker die iPad hebben opgestuurd. Maar Daan ziet meteen dat het pakje veel te klein is. Hij rammelt en ruikt eraan. Dit heb ik niet verlangd. Die dag blijft Daan thuis van school. Opa zal het niet goed begrepen hebben. Hij maakt zijn lijstje nog langer. Maar de dag erna vindt Daan weer niet wat hij graag wil. Hij huilt. Met diepe snikken, hij piept en knarst. Dikke tranen rollen van zijn wangen op het kleine doosje. Het strikje wordt helemaal nat. Argentina, the truth is I never met you.
look at me to know that every word is true. De volgende ochtend kijkt Daan niet eens meer in de brievenbus, want hij is teleurgesteld, terwijl er toch weer datzelfde kleine doosje ligt. Eindelijk is het 29 januari. Mama draagt een nieuwe warme jurk en ze doet erg haar best. Op tafel ligt een kleedje. Er staan potjes met chips en borrelnootjes. En samen met Daan heeft ze een vuurtje gemaakt. Het is lekker warm. Daan heeft een beetje rode wangen. Zijn langste verlanglijstje ooit ging gisteren op de post. Alle drie wachten ze tot de postbode met een vrachtwagen alsnog Daans cadeautjes kon brengen. Maar het blijft stil. Daan kijkt naar het kleine pakje dat hij dan toch uit de brievenbus haalt. En moeder kijkt. Misschien is dit het, zouden we het openmaken? Ik niet, ik heb dit zeker niet verlangd. Heel langzaam pakt vader het doosje op. Hij pulkt voorzichtig met zijn nagel het plakbandje los. Het papiertje ritselt een beetje als hij het eraf haalt. Het doosje heeft een deksel. Zal ik het openmaken? Vraagt hij nog eens aan Daan, die nu toch wel nieuwsgierig geworden is. Daan knikt en papa doet het dekseltje open. Hij kijkt in het doosje, maar ziet niks. Hij kijkt nog wat dieper en steekt zijn neus erin. Hij zucht een keer heel diep en giert het uit. Daan kijkt naar zijn moeder, die haar wenkbrauwen heel hoog heeft opgetrokken. Dan pakt ook zij het kleine doosje. Ze kijkt en kijkt en steekt haar neus er flink diep in. Mama stopt haar neus er nog dieper in. En dan...
Je moet je neus erin zijn stoppen. Daan pakt voorzichtig het doosje en kijkt. Hij ziet niks. Hij kijkt nog wat dieper. Hij steekt zijn warme neus erin en haalt nog een keer goed adem. En nog een keer. En dan... Een golf van vlinders en fladders kriebelt door zijn hele lijf. De telefoon gaat, maar papa is veel te druk bezig met lachen. Ik kan niet meer, ik krijg buikpijn. De bel gaat, het eten staat op de stoep. Maar mama heeft geen tijd meer om de deur open te doen en met het eten naar tafel te lopen. Ze stopt nog een borrelnootje in haar mond, terwijl ze een vreugdedansje maakt. En dan pakt Daan het kleine doosje en kijkt erin. Heel langzaam doet hij het dekseltje er weer op. Tevreden kijkt hij rond. Dank je, opa. Dit was de leukste avond van mijn leven. Daan bewaart het lege doosje vol gezelligheid op een veilige plek voor altijd. Want zoiets bijzonder gooi je nooit zomaar weg.
Zo, de show van jullie kapoenen die zit er bijna op, maar ze hebben nog iets te vertellen over enkel of over elk tenminste van jullie. Luister je maar mee. Mijn oma kan heel goed lasagne maken met taartje. Mijn opa is de beste in biljartspelen. Mijn mami is goed in poetsen en wafels bakken. Mijn papi kan heel goed met de vinken spelen met mij. Mijn opa kan heel goed machines, radio's, tv's maken. Mijn oma kan heel goed zorgen als ik ziek ben. Mijn pipi kan heel goed voor de schaapjes zorgen. Mijn mimi kan heel goed pap maken. Mijn oma kan heel goed vlees met korstjes maken. Mijn oma kan heel goed zingen. Mijn oma kan heel goed eten klaarmaken. Mijn opa kan heel goed iets maken. Mijn andere opa kan heel goed timmeren. Mijn andere oma kan heel goed kussen. Mijn oma kan heel goed voor me zorgen. Mijn oma kan heel goed eten klaarmaken. Mijn opa kan heel goed met de vinken spelen. Mijn opa kan heel goed met machines maken. Mijn oma kan heel goed lief zijn voor mij. Mijn opa kan heel goed opruimen. Mijn andere oma kan heel goed koken. Mijn opa kan heel goed manieren leren. Mijn Marijntje kan heel goed soep maken. Mijn oma kan heel goed voor mij zorgen. Oma kan heel goed hapjes bakken. Mijn oma kan super goed koken. Mijn opa is heel goed in klusjes doen. Bij mijn bontje en opa Benny is het leuk aan zee. Mijn oma kan super goed eten maken en steken. Mijn opa kan super rap eten. Mijn moeke kan heel goed dansen. Mijn opa kan heel goed fietsen. Mijn opa kan heel goed pintje drinken. Mijn nono is het beste in karate. Mijn fokker kan heel goed zijn vinger afhakken en er terug aanhangen. En mijn moeke is de beste inspeler met mij. Mijn oma kan heel goed taart bakken. Mijn opa kan heel goed in de tuin werken. Mijn andere oma kan heel goed pap maken. Mijn andere opa kan goed met mij spelen. Oma Erna is de beste in koken. Opa Fons is de beste in klusjes opknappen. Oma Linda is de beste in koken en taarten bakken. Opa Roger is de beste in pintjes drinken en zot doen. Mijn
Mami kan heel goed koken. Mijn opa kan heel goed koekjes en taart eten. Mijn papi kan heel goed snurken. Mijn tante kan heel goed poetsen. Mijn opa kan heel goed zat doen. Mijn oma kan heel goed spelen met mij. Mijn moeke kan heel goed verhaaltjes vertellen. Mijn vaken kan heel goed dingen maken. Mijn moedie kan heel goed koken. Mijn vati kan heel goed barbecuen. Mijn bompie kan heel goed pesten met mij. Mijn mami kan heel goed sommen maken met mij. Nona is de beste in paardrijden. Mark kan heel goed dieren genezen. Opa Zeebrugge is de beste in grapjes maken. Oma Zeebrugge is de kan goed kan klossen. Oma Cecile kan heel goed strijken. Opa Sterretje kan heel goed schitteren. Mijn oma kan heel goed verhaaltjes vertellen. Mijn opa kan heel goed met mij spelen. Mijn oma kan heel goed. Mijn oma Roos kan heel goed kant lossen. Mijn opa Erik kan heel goed nutsen. Mijn oma kan heel goed taarten bakken. Mijn opa kan heel goed in de tuin werken. Mijn opa kan heel goed voor de dieren zorgen. Mijn oma kan heel goed met mij spelen. Oma Linda is de beste in taarten bakken. Petie is de beste in spullen vermaken. Oma Doreen is de beste in wandelen met opa. En Peter is de beste in schilderen. Mijn oma is de beste in taartjes maken. Mijn opa is de beste in ons plagen. Mijn mimi is de beste in met ons wandelen. Mijn bondje is de beste in vissen. Mijn oma kan heel goed pudding maken. Mijn opa is de beste in kopen. Mijn oma kan heel goed viesjeks maken. Mijn opa kan heel goed kroketjes bakken. Mijn meter kan heel goed voor ons zorgen. Beetje Bart kan heel goed mopjes vertellen. Mijn Peter kan heel goed toneel spelen. Oma kan heel goed visjes bakken. Mijn oma kan heel goed brood bakken. Mijn opa kan heel goed pudding met koekjes eten. Mijn Peterke kan heel goed met de duiven spelen. Mijn Peter Paard kan heel goed voor zijn paardjes zorgen. Mijn oma kan heel goed visjes bakken. Mijn opa kan heel goed verhaaltjes lezen. En mijn Mietje kan heel goed koken. Mijn opa kan heel goed eten maken. Mijn oma kan heel goed koken. Moeke kan heel goed met ons spelen.
spelletjes spelen en vaak kan heel goed klussen in huis. Mijn mimi kan heel goed koken. Mijn opa Snorri kan heel goed pannenkoeken bakken. Mijn mimi kan heel goed breien en naaien. Mijn oma kan heel goed koken. Mijn pippi kan heel goed werken in zijn garage. En mijn opa kan heel goed skiën en fietsen. En was het niet prachtig? Geef ze een hartelijk applaus terwijl ze weglopen. Nog eentje voor de plakboek. En mag ik van de gelegenheid gebruik maken ook om onze geluidstechnicus te bedanken. Raf, bedankt.